Nou, het zal je niet ontgaan zijn dat de feestdagen er weer aankomen, kerst en Sinterklaas. Dus dat is altijd de tijd van het jaar waarin er veel speelgoed verkocht wordt. We kunnen natuurlijk niet echt een vergelijkende test doen. We kunnen ze niet naar een laboratorium brengen en onderzoeken hoe leuk het is. Wat we hebben gedaan is, we hebben een aantal genomineerden voor het speelgoed van het jaar hebben we ingekocht. Die hebben we hier allemaal neergezet en die gaan we nu testen met echte ervaringsdeskundigen. Nou, Snufferhub is het speelgoed met het konijntje. Ik vind het best wel grappig dat ook mijn oudere dochter, die bijna 8 is, het ook leuk vindt. Dat komt vooral door het verrassingseffect, dat het konijntje opeens omhoog springt. Het is ook wel een beetje leerzaam, want ze moeten toch wel tellen. Als ze bijvoorbeeld 2 worteltjes zijn, er 2 uitpakken. En ja, op zich vind ik het wel een leuk cadeau. En ik zou het denk ik wel, ik zou het wel aanschaffen. Willen jullie het graag hebben? Dat cadeautje? Dit speelgoed? Ja? Oké, dan. Dames en heren, dit is de Snufferhub. Wat vinden jullie daarvan? Nou, dit is Billy Aap. Hij rijdt zeg maar weg en ondertussen moeten de kinderen die ringen om zijn staart proberen te gooien. Op zich vinden ze het ook erg leuk. Misschien dat ze er snel op uitgekeken zijn. Hij is €25. Wat de batterijen betreft zijn 2 van die grote, dikke batterijen. Die zaten er niet bij en die zijn best wel prijzig. Dus dat maakt hem wel iets duurder nog. Ik vind het een leuk spelletje op. Ik zo leuke ringetjes kan gooien. Ja, gewoon de ringen gooien. En dan is dit de Billy Aap. Beetje lauwe reactie nog steeds. Dit hier is de Tiptoy Globe. Het werkt dat je met een speciale pen die geluid maakt, moet je eigenlijk spelletjes doen en dan op allerlei plekken op de wereldbol drukken. Ik moet er wel bij zeggen, je moet die globe, die wereldbol en die pen moet je apart kopen. En er zijn meerdere spelletjes die je met die pen kan doen. En ze kosten allebei rond de €40. Wat vind je er zo leuk aan? Nou, dat je allemaal spelletjes kan doen. Ja. En dat je er ook allemaal dingen van leert. Hele kleine landjes, die zijn heel moeilijk om aan te raken. Ja. De kinderen vinden het echt onwijs leuk om te doen, maar ik denk echt dat ze heel snel erop uitgekeken zijn. Het is nu heel erg leuk, een nieuw gadget, maar ik gok niet dat ze hier genoeg uitdaging bij krijgen om er echt lang mee te spelen. De Tiptoy met de Tiptoy Globe erbij. Wat vinden jullie daarvan? Ja, ik vind hem zo leuk, want hij kan tegen muren aanrijden. Maar het nadeel is, hij gaat wel best wel snel op. Ik dacht eerst, hij gaat super en super snel. Ik dacht aan die reclame en ik dacht, is dat echt waar? Dus toen wilde ik, maar nu ik hem test, dan wil ik hem niet meer, want hij is iets slechter dan ik dacht. We hebben hier de Slammer. Wat vinden jullie daarvan? De Slammer waren we eigenlijk, iedereen wel een beetje lauw over. Het is niet echt een hele bijzondere radiografisch bestuurbare auto. Nou ja, waar precies die ene poot voor is, dat weten we eigenlijk ook niet. Dus ja, daar was eigenlijk niemand echt enthousiast van. En ik denk dat het eigenlijk nog wel het stuk speelgoed is wat het minst gebruikt is eigenlijk. Dus dat vind ik wel opvallend. Vind je hem leuk ermee? Ja. Wat vind je leuk eraan? Nou, dat ik ga lachen en dat ik ga kietelen. Ja. En jij, wat vind jij ervan? Ik vind hem leuk, want hij praat en dat doen andere beesten niet echt. En hij blijft best wel lang wakker. Ik vind het een heel schattig en leuk ding. Ik denk dat ik uiteindelijk wel een beetje gek zou worden van als hij niet ophoudt en of hij niet zachter kan. Volgens mij hebben we dat nog niet, echt bekeken. Hij is wel heel erg duur. Hij is iets van 89 volgens mij inderdaad. Dat maakt mij wel heel erg aan het twijfelen of ik zoiets zou kopen. Maar mijn dochters zijn er alle twee echt helemaal gek van. Wat vinden we van de Furby? De Furby was zeker bij de jongere kinderen, niet alleen de meisjes, maar ook de jongens, wel heel erg populair. Ze vonden hem echt wel heel erg leuk volgens mij en heel erg aandoenlijk en zo.
Dus ja, dat is eigenlijk nog steeds als vroeger wel een grote hit volgens mij. Dat ding, hij hield alleen niet op. Er zit geen uitknop op en hij blijft continu gelijk maken. En ja, wij werden er eigenlijk wel een beetje gek van hier. En zelfs de kinderen werden er een beetje gek van. De officiële naam is een rockboard, geloof ik. Hoef je niet de hele tijd één voet eraf te doen, maar je kan dan ook gewoon er echt de hele tijd op laten. Dat is sneller dan een step. En dat maakt echt best wel leuk. Ik zou er alleen voor willen sparen als ik het samen met iemand zou kunnen sparen. Ik vind het een hele leuke step, maar hij heeft al twee steppen. Één step en een waveboard. En die staan in de kast te verroesten, dus ik zou het zonde van mijn geld vinden. En als hij het zelf zou willen hebben, mag het wel, ook al is die voor 9+. Maar ik zou hem er wel proberen van af te houden, als ik eerlijk ben. Rockboard, wat vinden we daarvan? Nou, dat lijkt me een duidelijke favoriet. Is meteen ook wel absoluut de duurste, dus dat zal je altijd zien natuurlijk.